fatale brand in café in Coevorden. Het is zover, de terrassen zijn weer open. Groots onthaal voor Hunebed mountainbiker. Bij een grote brand vannacht in een café in Coevorden is iemand om het leven gekomen. De brand brak even voor 3 uur uit in het café Het Geveltje in de Friese Straat. Al snel werd duidelijk dat er een persoon werd vermist. Nee, in eerste instantie zijn jongens naar binnen geweest, maar gezien de grote hitte konden ze niet langer binnen blijven. En we hebben later een tweede poging gedaan. Toen is het wel gelukt en hebben we de persoon aangetroffen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De brand woedde in het woongedeelte van het pand boven het café. Ook burgemeester Bert Bouwmeester kwam naar de brand in het centrum van Coevorden. Ja, heel triest. Ontredde de familie. Dit is een vreselijke gebeurtenis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Horecabedrijven in Coevorden houden vandaag de deuren gesloten uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden. De ondernemers vinden het ongepast om vandaag open te gaan. Vandaag mochten de terrassen voor het eerst sinds de coronacrisis weer open. Uitbaters zijn creatief en bedenken allerlei manieren om omzet te genereren nu de horeca onder voorwaarden weer open mag. Zoals hier in Drouwenermond, waar vandaag een pop-up terras is geopend voor 250 bezoekers. En de duikschool in Dwingelo heeft een onderwaterterras gemaakt. Want alles was eigenlijk wel afgelast. Toen dachten wij van ja, we moeten gewoon weer wat met z'n allen gaan doen. Dus nu zitten we hier gewoon lekker om 12 uur aan de borrel. Dus. In Hogeveen ging gisteren een horecazaak in vlammen op. Voor de kroegbazen in de buurt was het maar de vraag of ze vanmorgen open konden. Ja, voor u is het dus met een sisser afgelopen. Ja, gelukkig wel. Ik vind het heel erg voor mijn collega's. Maar voor ons kunnen we gelukkig open vandaag. En het beste er maar van maken. Je ziet er dus heel veel toerisme nu, doordat er wat af is gebrand. Ik hoop dat ze ook denken van nou, dan pakken we er een colaatje bij. En we gaan het zien. Aan de achterkant zit het pand heel dicht aan, zit het vast aan de andere panden. Dus ja, daar hebben we heel lang wel gezeten. Toen 8 uur brandmeester was, had ik wel zoiets van hè. Ook bij het gevangenismuseum in Veenhuizen komt het toerisme weer langzaam maar zeker op gang. Ja, het is gewoon een beetje ook je gezonde verstand gebruiken en dan zoek je oplossingen. En we zijn vandaag aan de voorzichtige kant begonnen, dus dat wil zeggen met eigenlijk heel veel veiligheidsmaatregelen. Beter een beetje voorzichtig beginnen, dat we in de loop van de week af kunnen schalen, of in de loop van de week erop, dan andersom. En wat we nu zien is dat we meer dan voldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Afgelopen 6 weken, ik denk elke dag hier is er gepoetst, geboend, gedacht, gestrest. Soms gescholden, af en toe gehuild, ook veel gelachen en we gaan er een heel mooi seizoen van maken. Jongens, proost! Het was voor ondernemer Inge van het Hooguit Hogeveen vanmorgen best een spannend moment. Sinds vandaag mag ze voor het eerst de terrassen van de horeca bij het Ermerstrand openen. Nou, ik zei ook elke keer, ik heb het idee dat we, en niet alleen hier, maar we hebben natuurlijk nog een aantal andere horecazaken en projecten die we doen, dat je de hele tijd je adem moet inhouden. He, en ik zei ook, als we maar 1 juni open mogen, als we maar weer iets mogen gaan doen. Dus toen wij 2 weken geleden hoorden van 1 juni mag je open, nou mag je best weten, kan er nog emotioneel van worden. Maar dan kun je eindelijk een beetje uitblazen. Vlak voordat de coronacrisis uitbrak, ging ze aan de slag op verschillende locaties langs de recreatieplas om het te moderniseren. Een flinke investering, maar ze kon niet verder toen de overheid de horeca sloot. Aan de buitenkant zie je dat de terrassen nu aangepakt zijn. Dus dat elke locatie heeft eigenlijk zijn eigen soort terras gekregen. Dus ook 1 soort, niet alles meer door elkaar. We hebben binnen het interieur aangepakt. Dus we hebben echt de tafels en de stoelen veranderd. En wat de mensen niet zien, maar wel terugvinden op de menukaart, is dat de keukens heel erg geüpgraded zijn. Heeft u er lang op moeten wachten, zo'n moment weer? Heerlijk, ja, absoluut. Ja? En nu is het toezien op de drukte, zodat de regels rondom corona in acht kunnen worden genomen. En ondertussen kijken of de ideeën die zijn bedacht voor het Ermerstrand werken. Een groot onthaal gisteravond in Darp voor mountainbiker Gerben Mos uit Meppel. Hij reed een tocht over 350 kilometer en deed daarbij alle 52 Drentse hunebedden aan. Aan de ene kant een mooi trainingsdoel, maar hij wilde vooral laten zien hoe mooi Drenthe is. En daarnaast haalde hij meer dan 4700 euro op voor groot verzet tegen kanker. Dat had ik echt niet verwacht. Ik wist wel dat er wat mensen gingen kijken, maar
dat er zoveel mensen zouden komen, nee. Ook onderweg hoor, heel veel bekenden wel. Ook op een plek ineens verwacht je niet dat er iemand staat en stond er ook nog iemand. Ja, wel heel mooi hoor. Wat betekent deze dag voor jou? Ja, wel veel. Ik denk dat het wel bij heel veel mensen los heeft gemaakt wat het idee erachter was ook. Hoewel hij er halverwege koers in rolde, even een hard hoofd in had. Ik heb nog een beetje last van mijn maag. Dan maar een colaatje erin. Dat lucht nog wel zo op. Mijn rol had ik echt een dip. Ik denk nou, op de helft en dat ik dat dit, maar toen had ik 200 kilometer op de teller. En wat winegums erin, colaatje erin en ineens begon het weer te draaien. Want ondanks de mullenpaden en de harde tegenwind reed Mos gemiddeld 25 kilometer per uur. Mijn kont doet nou wel heel zeer, maar ik kon toch nog wel hard doorrijden eigenlijk. De tocht begon gisterenmorgen om 5:30 en had een extra lading omdat 4 jaar geleden de vader van Mos overleed aan alvleesklierkanker. Het zorgde bij vertrek voor een traan. Ja, toch wel dat ik anders mijn moeder niet alleen op pad was geweest. Nu ook niet, omdat later mijn vriendin mee was, maar ja, dat mis je toch. Er kijkt iemand mee van boven, hè? Dat weet ik zeker. Ja. Kijk om je heen. Ja. Kijk goed om je heen. Ja. Want zo vaak komen die zoveel mensen bij jou, denk nee, ik. Nee, er zijn toch wel heel veel bekenden en ja, wel heel mooi. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder met wat hoge bewolking. Morgen is het de warmste dag van de week met zomerse middagtemperaturen. Woensdag zonnige periode met wat bewolking. Het wordt nog zomers warm, maar vanaf de namiddag daalt de temperatuur en kan lokaal een regen- of onweersbui ontstaan. Donderdag veel bewolking, de zon laat zich nauwelijks zien en er valt op meerdere plaatsen een bui. Vrijdag bepalen wolken ook het weerbeeld en valt er van tijd tot tijd regen. Tot zover Drenthe Nu. Nog een heel fijne avond. Graag tot morgen.